Dag Stefanie, u heeft weer een verkiezing gepresenteerd vandaag, Mrs. België. Wat is nu jouw eerste? Nee, dat klopt, want in december heb ik Miss Maxi Belgium gepresenteerd. U bent eigenlijk een beetje in de voetsporen van uw vader aan het treden. Ja, dat klopt, want ik presenteer enorm graag. Ik heb het van thuis altijd meegekregen. Het is mij ingelepeld geweest. En ja, ik ga het zeker niet laten van daarin verder te gaan als ik dat wil doen. En als dat mijn hobby is en als ik daar mijn beroep wil van maken. U bent regelmatig in Egypte tegenwoordig. Wat doet u daar? Dat klopt. Ik ben daar natuurlijk altijd op vakantie geweest vroeger. Dat was een soort van thuishaven voor ons. En dan ben ik met mama nog eens terug geweest en een vriendenkring opgebouwd eigenlijk. En de laatste keren dat ik ben geweest, heb ik daar een beetje gewerkt. Presentaties gedaan in verschillende talen. Shows meegedanst, shows gepresenteerd. Ga je verder op die weg? Ik denk niet dat ik in het animatiemilieu zal gaan, want ik zou België te hard missen en al mijn vrienden en familie hier. Maar presenteren en organiseren, dat is echt wel mijn ding. Ik denk wel dat ik daarin verder zal gaan. Hoe is de band met je mama? Heel goed, heel goed. Echt waar. Sinds alles, we zijn gewoon naar elkaar toegegroeid en alles is nu veel gezelliger en veel plezanter. Het was een beetje een moeilijke periode. Ben je daar nu door, compleet? Maar helemaal door ben je daar... Dat ben je nooit, maar ik praat niet meer over het verleden en ik kijk gewoon naar de toekomst. En ik ben benieuwd wat de toekomst voor mij in petto heeft. Je bent nog altijd student in Symbavo in Gent. Laatste jaar of voorlaatste jaar? Laatste jaar nu. Zesde middelbare economie, moderne talen. En wat nadien? We zijn vandaag naar de sit-in-beurs geweest. Een beurs waar alle richtingen en alle universiteiten en hogescholen samenkomen. En ik denk dat het communicatiewetenschappen zal worden, maar dat is nog niet 100% zeker. Dag Mirjam Zaak, goedenavond. U staat hier in Gent. Waarvoor? Ik ben uitgenodigd op de voorstelling van de finalisten van Mrs. België, waar Stefanie, mijn dochter, de presentatie gedaan heeft. Hoe gaat het ondertussen met u? Ik denk dat het redelijk goed gaat met mij. Ik ben pas een nieuw bedrijf gestart. Ik heb 2 boeken geschreven ondertussen en ik voel me een bevrijde vrouw. Komt er nog een derde boek? Er komt geen derde boek. Nee, ik heb symbolisch mijn derde boek opgedragen aan mijn nieuwe firma. Dat het dus mijn derde boek is. Nieuwe firma zeg je? Wat behelst dat allemaal? Firma Key Events is het organiseren van allerlei evenementen. Grote evenementen, kleine evenementen, bedrijfsevenementen, persconferenties organiseren. En daarnaast ook nog coaching doen van meisjes die wensen deel te nemen aan een misverkiezing. Dus de meisjes klaarstomen om deel te nemen. Je dochter heeft een zeer sterke band met u, zegt ze. Drijft u haar een beetje naar die presentatierol, wat ze nu gedaan heeft vandaag? Ik drijf haar niet, maar ze drijft zichzelf daartoe. Ik denk dat de appel valt niet ver van de boom, uiteraard. Stefanie volgt haar dictie van haar 9 jaar. Ik denk dat haar ingegeven is met de genen. Zij praat heel graag voor een groot publiek. Zij wil ooit wel een presentatrice worden. Ben je al een beetje die moeilijke periode nu door? Goh, ik denk van wel, ja. Het is niet gemakkelijk geweest. Ik heb heel veel steun gehad van heel veel mensen. Mensen dat ik kende, mensen dat ik niet kende. En die hebben mij gebracht tot Mirjam op vandaag. Wat wil je nu bereiken met jouw bedrijf? Goh, ik zou graag een succesvol bedrijf hebben. Met mijn 25 jaar ervaring in de evenementenwereld denk ik dat ik de know-how bezit om een goed bedrijf uit de grond te stampen. En ik hoop van ganser harte dat ik daar mag in slagen. Was vroeger zo'n beetje altijd achter de schermen bezig? Nu voor die schermen, is dat een grote verandering voor u? Inderdaad, voor mij was dat een grote verandering. Want ik heb een beetje uit die schulp moeten kruipen. Ik heb nooit voor mezelf moeten opkomen. Het was altijd iemand anders die dat deed. Ik deed wel veel werk achter de schermen. Maar nu moet ik er zelf ook staan. Dus ja, dat is wel een hele grote verandering. En op de achtergrond fungeren en dan voor jezelf moeten opkomen, was een grote stap voor mij. Wat is gelukt? Ik probeer het te doen lukken. Heel bedankt, Mirjam.